Vijf jaar geleden begon de Protestantse kerk in Elst met het collecteren van eten en drinken voor de voedselbank. Dat deden ze eerst via de kerk, maar inmiddels staan ze gewoon aan de ingang van een supermarkt, zodat het voor de bezoekers heel makkelijk is om mee te doen met de inzamelingsactie. Dat is misschien ook wel de kracht van de actie, want we staan aan de voorkant bij de entree van de supermarkt en vragen mensen iets te doneren voor de voedselbank. We hebben een kraampje in de supermarkt staan waar deze artikelen op gepresenteerd staan. Mensen pakken dat van het kraampje af, rekenen het af bij de kassa. En vervolgens staan we ook bij de uitgang om de artikelen in ontvangst te nemen. En met de voedselbank hebben we overlegd dat zij zorgen voor het logistieke proces vanaf de supermarkt naar de voedselbanken toe. Mevrouw, mag ik vragen waarom u doneert? Ja, omdat het voor de voedselbank is. Ja? Ja? En waarom juist voor de voedselbank? Omdat ik verwacht dat het naar mensen gaat die het hard nodig hebben. Ja. Mevrouw, u geeft heel veel. Ja. Ja, waarom zoveel? Ja, waarom niet? Dat kan. Ja, u kunt het missen, bedoelt ja. U? Ja. Waarom heeft u iets gedoneerd? Omdat ik weet hoe het is om in de... Ja, een beetje moeilijk te hebben en ja, van de voedselbank te moeten leven, zeg maar. Dus, Want u zit momenteel bij de voedselbank? Nee, niet, maar ik zou dat eigenlijk wel horen, zeg maar. Oké, dus ja. U heeft ook een beetje moeite om rond te komen momenteel? Ja, ja. En wat is de reactie van de supermarkten als je ze vraagt of ze mee willen doen aan deze actie? Ze vonden het eerst wel een beetje spannend, want we hebben posters waarop alle logo's staan van de verschillende supermarkten. En dan is het van, hangt de Albert Heijn in de Jumbo en de Jumbo in de Albert Heijn. Maar gaandeweg hebben we uitgelegd van, ja jongens, de voedselbank verbindt. En eigenlijk stel je als supermarkt jouw klanten in de gelegenheid om iets te geven voor de mensen van de voedselbank. We doen al een paar jaar mee aan deze actie, omdat we zien dat het voor heel veel mensen vanzelfsprekend is om eten en drinken te kopen, maar ook voor heel veel mensen niet. En ik ben blij dat er aandacht voor is en dat willen we als winkel zeker ook faciliteren. Waarom vindt u het zo belangrijk dat deze actie wordt gehouden? Je eet zelf toch niet lekker als je weet dat anderen niks hebben. De mensheid die heeft het nu niet zo goed. Dat ziet u zelf ook wel. Alles gaat omhoog. Ik sta voor de mens, maar helaas doet de regering dat niet. Het is een goede actie, toch? Ja, ja. Zeker. Mensen hebben het nodig, tenminste. Ik vind dat ze het wel nodig hebben, maar het is jammer dat het moet, laat ik het zo zeggen. We hebben 400 vrijwilligers die deze dagen in al die 28 supermarkten bij elkaar staan. Daar zijn we trots op dat het er zoveel zijn. Maar we vinden het ook heerlijk dat het uit allerlei verschillende geledingen komt. En we zeggen dan, die voedselbank verbindt. Verbindt supermarkten met elkaar, verbindt gelovigen, niet-gelovigen, jong en oud met elkaar. Dus we zijn er gewoon met en voor elkaar. En dat maakt dat we trots zijn op onze betonaren. Uiteindelijk zijn er bij de 28 supermarkten meer dan 1800 bananendozen voedsel ingezameld. Ook is er nog een kleine 10.000 euro in geld opgehaald. Alles bij elkaar is de opbrengst van deze actie bijna 80.000 euro. Dat is ruim boven de verwachting die de organisaties vooraf hadden.